Heb je de bedjes? Ja. Heb je de slaapzakjes? Ja. En de rode? Ja. Heb je het speentje? Dat dacht ik wel. Ik dacht het wel. Mama, ik wil een speentje. Nee, schatje. Het speentje krijg je pas als je in bed ligt. Dat weet je toch? Mama, ik wil mijn speentje. Als jij nog langer zeurt, dan krijg je hem helemaal niet. De auto moet geluid wensen. Gat in de markt. Heb je de zingzal? Of de luiers? Die zit in het rode tasje. In het rode tasje? Drie rangen diner, minstens. Hey, als je even een parkeerplek zoekt, dan stap ik vast uit. Kijk eens. Ah, oh. Huh? Oh. Ik had die nog weer meegenomen. Leuk, dankjewel. Ja. Doe maar een nou. Oh, lekker. En voor jou ook niet zonder alcohol. Oh. Zo jongens, saluti. Dankjewel. Saluti. Gezellig om je weer eens te zien. Ja, dat vind ik ook. Slaapt ze nou al een beetje door? Ja, ja, ja. Altijd mee zit tot een uur of vijf. Lekker. Ja. Ik kom eraan. Dat gaat je niet doen. Kom. Kijk, het allerbelangrijkste is tijd, hè. Tijd, inzet, betrokkenheid. Het is net een kind. Je kunt het niet alleen laten. Je moet blijven roeren, ruiken. Ik Joey, ga even mee doen met de puzzel. Kom maar even mee met de puzzel. Manjari? Ja, ja, je komt zo. Joey, doe even mee met de puzzel. Papa Sanne is zo braaf met het paard. Schatje, kom nou even. Moeten we je anders daar even een bordje brengen? Gretzi, het lijkt wel een worm. Ik lust dit niet. Risotto di mare. Ah. Ik lust dit niet. Lekker. Risotto. Ja. Ik beweeg die. Zit het honger? Kan wel wezen, maar ik ook. Kom eens eens hier. Krijg je druk te maken. Hè? Dat zij nog steeds borstvoeding geeft. Ja, dat... Ze is moe. En het bedje moet nog worden opgezet. Qualia fattitere al prosciutto en patate novelle al rosmarino als contorni. Is een beetje simpel, maar buonissimo. Is het smakelijk. Eet smakelijk. Ja, eet smakelijk, liefie. Mam! Mama, ik moet plassen! Joey, wat heb je nou gedaan? Kom, trek je broekjes uit. Trek je schoentjes eens even. Kom. Ja, omdat je geplast hebt hier op de grond. Daarom, even je broek uit. Kom op. Is dat nou? Nou ja, als je je broek hebt geplast, kom, doe eens uit. Als je niet meewerkt, luister eens even. Dan schroef ik eerst je armpjes eraf, dan je benen. Dan stoppen we het allemaal samen in de blender van Angelique. Ja? Sorry, dat was een grapje. Kom, ja, mijn broek aan, we gaan naar bed. Ik wil niet naar bed.
Wij willen jullie iets vertellen. Je bent zwanger. Nee. Nee. We hebben een huisje gekocht aan de kust bij Amalfi. Ja. Mama, kom zo. Mama, we gaan er niet slapen. Weet je zeker dat het geen huilbaby is? Zo'n wipkip heeft een curve. Nou, dat is gigantisch. Als je ziet goed met de snelheid ook waarmee dat gaat. Ja, moeten we niet eens zonder kinderen afspreken? Ik ga de auto halen, denk ik. Sul blu e l'amo viola la...